Zo, nou, hebben jullie al geleerd van die toets die we moeten maken? Die toets is toch pas over 2 weken? Ja, dacht ik ook, maar ik wou alvast beginnen met leren. Ja, nou inderdaad, ik ook, maar het is zoveel werk. Ja, dat wel. Het is inderdaad heel veel werk. Hallo jongens, ga allemaal zitten en rustig. Meneer, wat moeten we allemaal nog leren voor de toets over 2 weken? Oh Pia, goed dat je het vraagt. Ik wou het net ook vragen. Toets over 2 weken? Jongens, die toets is verplaatst naar morgen. Hè, verplaatst naar morgen? Ja, we hebben morgen de toets. Dus jullie moeten morgen de toets maken. Wat? Maar dat kan toch niet? Oh man, hij was eerst over 2 weken. Ik heb mijn tutor niet eens gebeld. Man, wat moeten we nou doen? Ik kan die toets echt niet morgen maken. Ja, inderdaad, ik ook niet. Wat moeten we nou doen? Ik heb geen idee, Pia. Het is echt veel te veel werk. Nou ja, jongens, zo erg is het toch ook niet? In ieder geval, ik heb al geleerd. Ik wist het wel. Hoe wist zij het? Ach man, ik kan het niet geloven. Nou, Hanna, het komt goed. Je bent een van de slimste leerlingen op school. Ja, nou, ja, dat klopt, maar ik ben nog steeds bang. Ach man, kan ik me niet hier verstoppen? Dat is een goed idee. Misschien kunnen we ons op school verstoppen en de toets pakken. Ja, dat is wel een goed idee, maar ik durf het misschien niet. Nou ja, jongens, dat is een slecht idee. Ik zou het niet doen als ik jullie was. Zo, hier heb ik de toets, mevrouw Lief. Kunt u hem goed opbergen? Ja hoor, zal ik gelijk doen. En ik hoop dat het goed gaat met iedereen in de toets. Het was wel heel last minute. Nou ja, hij is heel veilig bij me hoor, meneer. Ja, wat moeten we nou doen? Jongens, je moet toch gewoon gaan leren, dat is het beste. Ach, mama, ik kan het niet geloven. Ja, ik ook niet. Ik vind het echt heel vreemd. Ach, man, ik wil die toets ook wel stelen. Nou ja, Ronja, dat kan je beter niet doen. Ach man, hoor ik Ronja nou ook praten over het stelen? Het beste wat we kunnen doen is gewoon wachten tot de school dicht is. Laten we hier wachten. Ja, we zijn toch uit, dus niemand komt voor ons zoeken. Zo, laten we hier gewoon wachten en onze ouders bellen. Zeg dat we bij elkaar thuis zijn. Oké, ga jij eerst? Oké dan. Vertel haar maar dat je bij mij aan het leren bent. Oké. Zo, even kijken, is iedereen al weg? Oké, nou, dat was een lange dag. Nou, dag meneer. Zo, even kijken. Is de school wel helemaal leeg? Oh, volgens mij gaan ze nu weg. Zo, nou, even kijken. Zo, ik moet nog even naar boven. Oh ja, ga maar. Je moet je spullen nog halen, hè? Ja, ik moet ook nog even naar het toilet. Deze toilet is opgesloten. Dat is gek. Ach man, er zijn nog mensen. We moeten doen, Pia. Ik heb geen idee, Hanna. Oké, laat ik maar naar boven gaan dan. Zo, nou even kijken. Ach man, nu moet het super stil zijn. Zo, even kijken. Volgens mij is dat mevrouw Lief. Ze is net weggegaan. Zo, nou laten we gelijk gaan. Zo. Zo, laten we naar boven gaan en kijken waar de toets is.
Volgens mij is hier niemand, dat is goed. Waar zou de toets kunnen zijn? Op de computer of in de la? Ik heb ook geen idee waar ik zou moeten zoeken eigenlijk. Ja, nou ja, laten we gewoon verder kijken. Zo, waar kunnen we nou kijken? Straks kunnen we de toets niet vinden. Als we hem niet kunnen vinden, zijn we hier echt voor niks. De deur is gesloten. Volgens mij kunnen we niet naar binnen. Naar buiten bedoel ik. Oh man, dat kan toch niet? Zo, nou ja. Laten we maar gewoon verder kijken. Hoe bedoel je verder kijken, Pia? We moeten wel naar huis. Nou ja, we kunnen tegen onze ouders zeggen dat we gewoon bij elkaar zijn. Zijn we even slapen? Dan blijven we gewoon hier. Misschien kunnen we ergens zoeken om te slapen. Zo, nou, dit is een goede plek, denk ik. Nou, even kijken. Misschien kunnen we daar gaan slapen, in de gymzaal. Dit is goed, toch? We kunnen ook omhoog klimmen en kijken of we daar uit het raam kunnen. Zo, even kijken. Zo, even kijken. Hanna, wees wel voorzichtig. Volgens mij is die dicht. Aman. Ja, ik ben toch gevallen. Oh man, Hanna, gaat alles wel goed? Ja, alles gaat wel goed. Nou, even kijken of ik iemand kan bellen. Ja, we moeten wel iemand bellen, inderdaad. Ja, maar wie? We kunnen onze moeders niet bellen. Ach man, maar... Ja, ik weet het, Pia. We zitten dan in de problemen. Maar we hebben geen andere optie. Wat kunnen we anders doen? Laten we ook gewoon hier even gaan liggen. Zo, we kunnen deze twee nemen en dan kunnen we hierop liggen. Dat is wel oké. Het is wel cool om een keertje op school te overnachten. Zo, nou, in ieder geval is het wel leuk. Een nieuwe avontuur. Ja, inderdaad. Ik hoop dat onze moeders niet te boos worden. Hè? Hanna zou terug naar huis komen vandaag. Waar is ze nou? Zo, nou even kijken. Zal ik Pia's moeder bellen? Hallo? Ook niet bij jou? Wat? Dat kan ik niet geloven. Ach man, dit zag ik echt niet aankomen. Ze zijn allemaal weg. Zo, nou ja, waar kunnen ze nou zijn? Ik denk op school, hè? Ja, laten we even kijken. Ze zeiden dat ze samen waren, dus ik dacht dat ze bij jullie thuis waren. Ja, dat dacht ik ook. Nou, blijkbaar zijn ze gewoon op school, denk ik dan. Zo, nou, even kijken. Volgens mij hoor ik de deur open gaan. Wie ze kunnen dat zijn? Even rustig kijken. Huh? Ik hoorde daar iets. Hoorde jij dat ook? Zo, ik zie hier twee bedjes. Wat is dit? Hè? En een sleutel. En de sleutel en alles. Mam, wat doen jullie hier? Oh, Hanna, Pia, wat zijn jullie aan het doen? Ja, sorry, we waren ingesloten. Echt heel raar. Oh, nou ja, in ieder geval hebben jullie gevonden. Is alles oké? Oh man, ik ben echt heel blij dat we eruit zijn gekomen. Ja, inderdaad, hopelijk komen ze er niet achter.